Dan heb ik nog Sephora voor jullie. Of toch, niet voor jullie, maar om aan jullie te laten zien. Het eerste wat ik gekocht heb, had ik al. Maar was ik heel erg fan van. Vond ik echt heel fijn product. En dat is de gel face wash. Maar daar zit zo een rubberen borstel aan. Ja, deze is nu natuurlijk nog toe. Daar zit zo een rubberen borstel aan die je dan zo kan gebruiken om zo lekker je gezicht mee... Het is niet echt scrubben, maar gewoon beter trainen. En het is echt een heel zachte borstel. Dus ook voor als je gevoelige huidjes, huid hebt, super aangenaam product. Droogt mijn huid ook helemaal niet uit. Dus ja, daar heb ik gewoon een backup van meegenomen. De andere is zeker nog niet leeg, maar voor de zekerheid dat ik... voor ik nog eens terug naar Sephora ga, dat ik deze toch al in reserve heb staan. Bij Sephora heb ik nog twee lipproductjes gekocht. Het eerste is deze, ja, wat is dit? Een cream lip stain. En deze had ik gezien bij Fleur de Force, denk ik, of bij Emilia Liana. Eén van de twee. Dacht dat het bij een van hun was. Ik denk dat het Emilia Liana was, of ik hoop dat ik haar naam juist zeg. En zij had gezegd dat dit de beste langhoudende rode lippenstift of lipstain of lip, weet ik veel wat was, dat er was. En ja, ik was dan echt zo, ik vind dat zelf ook een heel mooi meisje. Dus ik was verkocht, ik zag hem staan en ik wil hem toch eens proberen. Dus ik heb hem gekocht, ik heb hem ook één keer aangehad op vakantie. Dus je ziet eigenlijk een heel felle, matte lip. Blijft echt goed zitten. Heel aangenaam verrast, vond ik. Dan kocht ik nog een lipstift van Sephora in een rozige, nude-achtige kleur. Ik heb hem ook gedragen op vakantie. Hele mooie kleur. Blijft goed zitten. Klein beetje droog aan de lippen. Het is een matte kleur, denk ik wel. En dit is de kleur. Ja, hij staat hier op het stickertje. Dat is een beetje vreemd. Little Treat. Zou dat een naam zijn? Ik ga voor Little Treat. Een leuke naam trouwens. Past ook wel bij. De lippenstift, want voor mij is het ook een little treat om een mooie lippenstift te hebben. Een heel mooi draaibaar overdag kleurtje. Oké, wat heb ik nog gekocht in de Sephora? De Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. Dit is niet voor mezelf, dit is voor in mijn make-up kit. Dit ga ik niet voor tv gebruiken, want dat is er toch na een half uurtje tot een uurtje af. Dat die make-up voor tv, dat is er op voor de opnames en gaat er terug af nadien. Maar het is vooral voor de fotoshoots, voor bruidjes, avondmake-up, dat soort dingen. Dus het is gewoon een spray, twee dopjes blijkbaar, nog een dopje. En dan spray je dat over je make-up. Ah. Lekker fris. En dan blijft hij normaal gezien beter zitten. Dus ik ga hem nu nog zelf een paar keer op mezelf proberen. Voor ik hem uiteraard ook op anderen ga gebruiken. Ik heb wel de MAC Fix Plus. Die gebruik ik normaal gezien. Maar ik vond toch bij sommige omstandigheden, zeker nu met het warme weer. Ja, vandaag is het nu wel een grauwe dag. Maar heb ik toch iets sterker nodig dan de Fix Plus. Dus ik dacht ik ga deze eens proberen. En we zien wel, het schijnt dat hij heel goed is. Dus vandaar deze. Dan kocht ik nog een cream waterproof velvet eyeshadow. Zo'n potje, je kent het wel, zo'n cream eyeshadow. En ik was gewoon heel nieuwsgierig naar de kleur. Het is zo wat een khaki taupe-achtige kleur. Heel erg mooie kleur. Ik heb hem ook één dag aangehad op vakantie. En geeft een mooie smoky taupe-achtige look. Ik heb hem natuurlijk wel gecombineerd met andere productjes om een beetje de crease wat te verdonkeren. Maar echt een heel mooi productje. Ga ik zeker nog veel plezier van hebben. Voorlaatste productje. Dit had ik ook al gezien op YouTube. En ja, soms dan
zijn YouTube-filmpjes kijken niet altijd even goed voor de portemonnee, maar goed. En die hadden ze van die melted lip productjes van Too Faced. En ja, ik weet niet, het intrigeerde mij. Het zag er zo iets uit dat ik zeker wel wou proberen. Ik heb het ook geswatcht of geprobeerd even op mijn hand in de winkel. En het gaf echt een hele mooie kleur. Dun kleurlaagje. Ik heb het nog niet geprobeerd. Het is met zo'n sponsen applicator. Zal ik het even testen voor jullie? Oké. Okay. Dan zal deze mooie rode lip even plaats moeten maken. Ik ga nog een klein beetje foundation. Ik duw maar, oh ja. Oké. Okay. Dit gaat paars worden. Ik heb eigenlijk nog geen enkel paarse lippenstift of zo. Het is wel een orchidee kleurtje. Wow. Wel op uw lippen, hè, Emma. Brengt wel heel zacht aan. Brengt heel, heel handige applicator. Wauw. Dit is paars. Ik weet niet of ik dit mooi vind. Gelukkig is mijn vriend niet thuis, want als hij dit zou zien, die zou weglopen. Oké. Op camera ziet het er nog oké uit, maar in real life is het wel, wow, bam, neon paarse lippen. Maar ja, het is wat, misschien moet ik er gewoon nog een beetje aan binnen, maar het is wel grappig. Oké. Goed. Want ik ben hier een heel lang filmpje van aan het maken. Oké, dat zijn dus de paarse lipjes. Chik, chik, chik. En dan het laatste dat ik gekocht heb. Dat is ook nog. Dan kocht ik nog een laatste ding van Urban Decay. Dit was ook in de solde nog. Het was eigenlijk op weg naar de kassa dat ik hem nog zag. En ik zag hem liggen, 20 euro. Ik denk, ja, die is voor mij. En dit is zo'n paletje, zo'n multifunctioneel paletje. Shattered Face Case noemt het. En heel mooie verpakking. Ik denk dat die uitkwam in de winter. Ik weet het niet meer, maar die heeft een tijd uitgeweest en nu blijkbaar in de solde, dus kon ik niet laten liggen. 20 euro is al helemaal niet veel en zeker niet voor wat je er eigenlijk voor krijgt. Dus het eerste wat je krijgt als je hem open doet is 5 oogschaduwkleurtjes. Heb ik goed geteld? Yes baby. Een matte kleur. Ja, 1 matte gelige, beige kleur. En voor de rest zijn het allemaal glanzende kleurtjes. Ik heb de paarse al gebruikt. Oh, hemels. Heel mooie kleur. De 2 lichtste kleuren zijn voor mij net iets te donker. Want deze kleur is eigenlijk een beetje te donker om als highlight kleur door te gaan. Maar goed, voor een vakantie of zo, voor een weekendje weg of voor in je tas te houden, is het toch wel een heel handig paletje. Dan zit er nog een oogpotloodje bij. Hoe noemt dit? Het 24/7 Glide On penseltje. Heel handig. Ik vind die super. Ik gebruik deze ook voor mijn werk altijd. Voor mezelf gebruik ik ze niet. Daar vind ik ze een beetje te duur voor. Omdat ik ook niet zo heel veel oogpotloodjes gebruik. Maar voor het werk gebruik ik deze wel heel graag. En dan zit er nog een lippenbalsem of lipgloss potlood bij. In een hele mooie roze kleur. Maar dat is nog niet alles, want als wij het tweede bakje open doen, woeps, tada, dit is een gaatje. Dus dit is dezelfde lippenpotlood als dat je hier zag. Dus deze komt gewoon nog eens terug van onder. En dan heb je 2 blushjes en een highlighter. Dit is een blush die eigenlijk, ja, nu op camera ziet hij er niet zo bruin uit. Hij is wat aan de bruinige kant en voor mij kan die echt wel doorgaan als een contourkleur. En dan een rozige blush en een heel mooie.
heel mooie gouden highlighter. Zal ik hem even gebruiken voor jullie. Okidoki, ik moet even een borsteltje pakken dan. Heel mooie kleur. Dus dat is dat paletje. En dat was al wat ik gewinkeld heb. Ja, ik heb heel wat gekocht. Dus ja. Ergens voel ik mij wel beschaamd, maar tja. Als ik op vakantie ben dan, en dat zijn van die dingen die je dan in België, in Nederland niet zo gemakkelijk kan kopen tenzij je het op internet bestelt. En ik ben echt wel iemand die, ik wil graag zien wat ik koop vooraleer ik het koop. Ah, je weet wat ik bedoel, dus in het echt zien. Dus vandaar dat ik als ik op vakantie ben, dat ik er toch wel van profiteer om ineens alles mee te nemen wat ik wil. Zodanig dat ik nadien geen spijt heb. En uiteraard heb je nog wel spijt van, oh, had ik dat toch maar meegepakt en dat. Maar ja, ik kan natuurlijk niet heel de winkel kopen. Moest ik dat kunnen? Centjes gewijs, ik zou het doen. Geloof mij. Oké, goed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video overleefd hebt, want het was een lange video. Maar ja, kijk zeker ook naar mijn volgende video. En dikke kus en tot de volgende. Bye!